De grote torenen instorten van boven. Allemaal granaten. Joop Makrander is 16 als Arnhem valt. Hij is de zesde van 10 kinderen in een groot katholiek middenstandsgezin. Vader Makrander heeft een bakkerij aan de Klarendalseweg in Arnhem. Na operatie Market Garden moet de familie evacueren. We moesten weg van de Duitsers, omdat het oorlogsgebied was. Ja, die parasitisten waren allemaal geland en wat geschut is natuurlijk van alles. En toen werd besloten om Arnhem te evacueren helemaal. De boel inpakken. Iedereen aan de bak natuurlijk. En we hadden een bakfiets. Die hadden nodig voor het bedrijf. En we hadden een handwagen. Nou, die zaten hartstikke vol natuurlijk. Op de eerste plaats brood. Want we wisten niet waar we naartoe gingen. En hoe lang het zou duren. Nou, toen vertrokken we. Met de hele troep. Nou ja, dan kijk je nog eens om naar het huis. Ja, mijn zussen zeiden. Toen zei mijn vader, nou maar niet, over 4 dagen zijn we terug. En toen heb ik gedacht, hoe kan je dat nou weten? Ja. Maar goed, wij lopen richting Apeldoornse weg. Richting Apeldoorn, hè. Ja. En het was zo vol met evacuees allemaal. Met fietsen en karren en van alles wat. Ja, en er vlogen nog af en toe die Engelse jagers overheen. En die schoten mitrailleurs. En ook van zo aan de kant in de greppel. Ja, dat is een paar maal gebeurd hoor. Maar goed, wij gingen dan richting Loenen. En toen kwamen we in Loenen aan. En toen zijn we naar Bosoord gegaan. Hotel Bosoord ligt aan de spoorlijn Dieren-Apeldoorn en is tevens het stations koffiehuis. De familie Makrander wordt daar hartelijk ontvangen, samen met 4 andere gezinnen uit Arnhem. Ruim 50 mensen vinden er een veilige plek. Je kreeg voldoende te eten. Dan ging je naar het bos in, een beetje wandelen en zo. En een beetje rondkijken. Af en toe bij de dieren kijken. Ja. Maar aan die relatieve onbezorgdheid komt op zondagmiddag 10 december 1944 een abrupt einde. Een Engelse Spitfire werpt 3 bommen af. Ze moeten de spoorlijn platleggen om de aanvoer van Duitse goederen lam te leggen. 1 bom mist het doelwit en raakt Bosoord. 35 mensen komen om, onder wie 7 broers en zussen van Joop Makrander. Ik was er niet. Ik lag in het ziekenhuis. Ik had difterie. Dus ik heb van horen vertellen hoe het ging. Ik lag daar in het ziekenhuis en toen kwam een kapelaan uit Arnhem. Die kwam bij mij in de zaal. En die kwam even vertellen dat ik 7 broers en zussen had verloren. En mijn moeder zwaar gewond was. Nee, dat was ellende. Ja, dan is het stil, hè? Ja. En je praat ook nooit over eigenlijk, hè? Dat is heel raar eigenlijk. Je werd niet over gesproken. Ik denk dat ze dachten, we pakken het gewoon leven op en we laten het achter ons. Zoiets. Ja. Maar lukte dat? Ja, nou niet helemaal natuurlijk, hè? Nee, want ik heb ook zelf ook heel lang meegelopen hoor. Dan denk je, hoe bestaat het allemaal, hè? Dat het zomaar kan.